lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik ben helaas niet onderweg gestopt voor iets moois of leuks of wat dan ook, of iets bijzonders. Daar het er gewoon niet was, want het is ook roetje koud. Het mag dan wel prachtig mooi weer wezen, maar het waait en het is koud. Ik had pijn in mijn handen, etc. We zijn wel bij Action naar binnen geweest en daar heb ik wat gekocht. En dat is deze tank. Om buiten de tuin mee te doen. Ja, dan kun je denk ik azijn erin dumpen en water erbij om het te verdunnen. Of weet ik veel wat, ik doe dat met klinkklare azijn, die schoonmaker azijn. En dan kan ik het onkruid sproeien. En ook mijn terras misschien eindelijk is een keer dat alggroen van verwijderen. Dat hopen dat dat lukken wil. Ja, ik heb ook in de schuur wel apparatuur, maar ik weet niet hoe dat werkt, hoe dat allemaal moet. Dus ja, dan moet ik nog eventjes verbrainstormen. En dit is maar 6 nog wat. En krijg je een lekker geurtje in je tuin. Ja, ik heb azijn met een geurtje, een lekker geurtje. En Frodo die doet weer stout, dus daar ga ik even naartoe. Die zit als zijn poten buiten. Nou, wie doet dat nou, als zijn poot buiten? Hé, hey, mag niet, hè? Potverdikke. Boefie, mag het dat? Hé? Hey. En die wil naar buiten. Die is de hele middag binnen geweest. Dus mag die naar buiten. Dus ja, ik ga straks naar mijn koffie. Ga ik even de tuin eerst gewoon met water proberen. Van hoe werkt dit, hoe gaat dit, hoe handig dit. En daarna zal ik het met azijn gaan doen. Ja toch? Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En tot vanavond en smakelijk eten voor zometeen. Doei doei!